Om 3:00 begint de finale en worden de spelers voorgesteld. Dit is Harry Tilleman, links in beeld in het 47-2. Patrick Niessen, 71-2. En de kraker, het bandstoten tussen Jean-Paul de Bruin en Frédéric Caudron. De spelers beginnen met een trekstoot. En degene die het dichtst bij de band ligt, de bal, die speler bepaalt wie er mag beginnen. En Jean-Paul de Bruin heeft het beste gedaan en besluit om zelf te beginnen. En hij begint goed. Een kraker van Jewelse. Jean-Paul de Bruin tegen de Belg Frédéric Caudron. De Belg die dus voor de Spaanse ploeg speelt. Bij de wereldkampioen in 2007 in Atlanta won Jean-Paul de Bruin van Frédéric Caudron. En daar werd hij wereldkampioen. Maar Caudron is in verschillende disciplines Europees wereldkampioen. En natuurlijk ook Belgisch kampioen, deze man. En nog een bijzonder tintje. Ze spelen samen in Capelle in de Eredivisie 3 banden. Ze kennen elkaar dus door en door. Kijk, dit is het bandstoten. Ballen bij elkaar houden. De bal moet dus een band raken voor hij het punt maakt. Jean-Paul de Bruin. 14. Wees met een goede beginsje. Een paar balletjes achter elkaar. Het is klein spel. 15. Hier is het band. Kijk, het bandje en dan de bal. Allemaal keurig, netjes, goed verzorgd. 24. Het gaat tot 150 punten. Wie het eerste 150 punten heeft, 27. Die wint het. En dan worden dus in 3 disciplines gespeeld. 2 kaderdisciplines en het balstoten. Hier Caudron met een prachtig punt. Kaderstoten, moet je zien, is het biljart verdeeld in vakken. En je mag 1 punt in 1 vak maken en bij het tweede punt moet er 1 bal het vak verlaten, om het simpel te zeggen. En bij 71-2 dezelfde vakken, alleen is dat anders verdeeld op de tafel. Kijk eens naar Tilleman, 289 in zijn eerste beurt. De partij gaat tot 300. Tilleman moet dus nog 11 puntjes maken. En nu staat hij op 299. Gaat hij het kunststukje doen? Jazeker. In zijn eerste beurt 300 punten in 1 beurt de partij uit. Een geweldige prestatie van Tilleman, die er zelf natuurlijk ook erg blij om is. Ik heb natuurlijk vaak genoeg in 1 beurt uitgespeeld en in competities. Maar in de finale van zijn Europa Cup, dat is wel, daar droom je alleen maar van. Hè? Ja, dan ben je zo 2 uur bezig. Hoe blijf je zo geconcentreerd? Want dat lijkt me lastig, ook omdat het hier zo'n beetje benauwd is. Ja, dat is het geheim van het spel. Hè. Het is echt een concentratiesport en ja, dat is ook de klasse ervan als je dat kan. Hij is 43-voudig Nederlands kampioen, deze Harry Tilleman. En 3-voudig Europees kampioen. Terug naar het bandstoten. Hij toucheert hem licht. Maar Caudron komt terug. Hij is nu bezig met een serie van 44. En hij verzamelt de ballen mooi. Ook dat is noodzakelijk bij het bandstoten. De ballen bij elkaar houden. Anders dan in de 3 banden waar je meer ruimte moet spelen. We gaan naar de bellen Patrick Niessen. Want die gaat ook heel erg goed. Als hij wint, dan is er al zeker 2 punten. En dat 3 punten omdat Jean-Paul de Bruin minimaal gelijk gaat spelen. En even later mist de Spanjaard Mata. En weet deze Patrick Niessen, geweldige biljarter, dat hij de 2 punten voor Ethicon in de knip heeft. Ja, het ging allemaal zo'n beetje gelijk op. Maar goed, Henny die vertrok heel goed. Ja, die maakt het dan schitterend 1 beurt uit. Dus ja, dat geeft natuurlijk al toch iets vertrouwen aan ons ook. Maar ja, ook een beetje druk bij de tegenstander. Want ja, zij mogen natuurlijk niet meer missen. Ook de partij van Harry Tilleman is afgelopen. Caudron kan opgeven, zijn ploeg kan niet meer winnen. Ethicon wint met 6-0. Ja, het is altijd hard tussen ons als we bandstoten spelen. En we konden het allebei niet klein krijgen, maar... Je ziet het ook op de andere tafels gebeuren dat je ploeggenoten het goed doen. En ik kon de wedstrijd wel controleren. Ik bleef voorstaan. Dus voelen mijn teamgenoten ook. En dat kan toch wel de doorslag geven. Het was allemaal zwaar. Vandaag was het ook zwaar. Caudron speelde niet op zijn best. Dat is in het ons voordeel geweest. Maar toch, ja, wij kaderspelers hebben het toch goed geknokt. En op de goede momenten goed gespeeld. Mijn ploeg ook tevreden. Goed gespeeld tot in de finaal. We hebben het een beetje laten afweten in de finaal. Maar ja, Ethicon is natuurlijk ook... Theoretisch de betere ploeg. We hadden kans, we waren goed aan het spelen en we hadden misschien een beetje beter moeten spelen in de finale om die mannen te kloppen. Was het leuk in Hoogeveen? Superleuk.
leuke mensen. En ik moet zeggen, we zijn een beetje gaan wandelen en de omgeving is ook superleuk. Dus we komen zeker nog terug. Hartstikke leuk, ja. Mag voor mij ieder jaar zo. Dat hopen we, want het was een prachtig topsportweekend in Hoogeveen.